Welkom terug hier by die Groot Ontbyt. Het is altijd lekker om films te gesels met Konrad Rudolf. Is dit jouw doopname? Nee, eigenlijk niet. Wat is dit dan? Ik weet niet of ik moet zeggen. Ik denk je moet. Net nou steel iemand mijn identiteit, en wat dan? Is onmoendlik, je hoeft niet je ID-nummer te geven. Oké. Okay. Mijn naam is Konrad Frederik. Konrad Frederik? Ja. Yes, like. Dus, selle naam is mijn opa. Ja. En snaakse ding is, hy het ook liedjes geskryf, baie van mijn songs het op zijn naam geëindig in die registratiestelsel, so is een hoofpijn. Kan je geloof? Ja. Dit is een hoofpijn. Maar kom ons gesels films. Genoeg van mij. En meer van Truth TV. En meer van Truth TV. Not today. Not today. Ja, ik moest dit eigenlijk gesê. Ja. Ja. Not today. Not today. Hulle het een film daar, Not Today, wat gaan oor een jong man, wat 20 jaar oud is, en hij lewe die droom. Soos hulle sê, he's living the dream. Mm. Hij het die hele wereld in sy oester, en hij en zijn vrienden besluit, hulle wil op een vakantie gaan, iewers in die wereld, en hulle gooi daart tegen een wereldkaart, en daar gaat hulle gaan Indië toe. Oh. En terwijl hij in Indië is, gaan dinge nie heeltemal soos hy gedink het, dit gaan nie. Yeah. En door die proces ontmoet hij een pa met een jong dochterkie, en hij weier om hulle te help met kos, hulle vraag om vir kos, en hij sê net eenvoudig, nee, los my uit, doen hulle ding, en dan gaan hy huis toe. En dan in die proces, dan begin sy gewete om nou so'n bietjie pla, dat hy nou nie hierdie ou, want hy kom uit een baie, baie ryk gesin, en dan word hy, wat mense het, geconfronteer met die verskriklike armoede in Indië. Yes. En dan voel hy nou so baie slegte oor, en dan besluit hy nie, hy moet terug gaan Indië toe, hy moet hierdie gesin opspoor, hierdie pa met sy dochter, hy moet hulle opspoor, en hy moet die saak regstel. En in die proces wat hy nou soek, dan kry hy op die ouende die pa, en dan kom hy achter die pa die dochterkie verkoop in slavernij in, om net om aan die lewe te kan bly. En so die hele doel van die film, dit is gemaakt deur 'n kerk in, ek dink is Californië, wat verskriklik met, ek dink die Indiër gemeenskap werk, en as gevolg van die klassysteem wat nog steeds in Indië plaasvind, of wat bestaan, is wil hulle net 'n lig skyn daarop, en ek vir die mense net sê, luister, soos mensenhandel is miskien nie so in jou gesig, soos wat het was 1000 jare terug nie, maar het gebeur dis nog steeds. Dit is nog steeds een baie groot industrie, as mense dit so kan stel, en baie mense wat ja, verskriklik swaar kry. So, weet, definitief ietsie wat mense net weer bietjie laat dink. Ek sal nie miskien sê, dis film wat 'n Oscar gaan wen nie. Maar het lyk goed ek kon nie ophou kyk na die promo nie. Dis nie dat hy jou verskriklik uitgooi uit die story uit nie, ja. Maar dit laat mense daarom net bietjie dink. Hmm. En dis uit die aard van die saak skoon vermaak. Ja. Dis so Truth TV. Uit die aard van die saak skoon vermaak. Skoon vermaak, en is 'n stroomdiens. Is 'n stroomdiens, ja, en mense kan gerus bietjie gaan kyk wat op Truth TV is. Hulle het eintlik nog baie oulike goedjies, vooral vir die gesin. Wat mense mamma, papa, boetie, sissie, almal. Tweede sissie, tweede boetie, hoe ook al die gesin lyk, almal saam kan kyk. Kie jy ruim hoor. Ja. Sterkie nie kor. Okay. Ice road. Ja, so ek gaan sommer net eers sê, mense as jy van films hou, ja, gaan bioskoop toe. Ondersteun die bioskope. Ja. Hulle is nogals deur 'n swaar tyd gewees nou die afgelope tyd, en dis weet jy kan veilig sosiale afstand hou binne in die bioskoop. Hierdie film waar ek nou wil fokus is Liam Neeson se nuwe film, oh, The Ice Road. Enige ding waar hy speel wil ek kyk. Ja, so ek moet sê ek is nogals regtig verbaas dat hy net aanhou. Hy hou net aan. Hy hou net aan nuwe aksiefilm. So hierdie film gaan basies oor 'n klomp miners in Noord-Kanada wat daar in die diamantmyne sit, en dan val die myn sak in mekaar, van die miners is dood, baie van hulle word vasgevang onder. En hulle het net omtrent 30 ure se suurstof oor. Ja. En dan bel hulle nou Liam Neeson se karakter, wat met sy trok deur die ys moet ry om 300 meter se pype na die myn toe te vat, dat hulle vir die myners suurstof kan gee. So dit net 30 ure, so dis onmiddellik is daar groot spanning, want daar's net 'n sekere hoeveelheid tyd. Maar dis ook in April en die ys is besig om te smelt. Oh, so hulle jaag nou oor die water. Dis baie as mense van Ice Road Truckers hou, dis 'n reeks wat op kan nie onthou wat se kanaal dit is nie. Maar dis baie soos dit. Lawrence Fishburne natuurlik ook in die film. En dan, soos wat hulle nou aangaan in die proces, dan besef hulle, okay, dis nie net hierdie krisis met hierdie ouens wat in die myn vas sit nie. Ons skelms ook, daar is 'n ekstra element van, kom ons maar, versekeringsbedrog. Oh, wat, hoevens. Ja, wat hulle dan probeer kniehalter om daarby uit te kom.
en alles wat gebeur. So, weet, nieuwe Liam Neeson fliek, actie, altijd lekker om te zien. Hy neem die rol ernstig op, hy vertolk het baie goed. Wat ik wel zal zeggen, ik zou niet zeggen dat Lawrence Fishburne zo goed gebruik nie. Ik bedoel, hij is een ongelooflijk acteur, hij kon misschien een beetje meer gebruik het. En mensen moeten niet door elkaar op met Liam Neeson's vorige fliek, Cold Pursuit, wat ook maar in die sneeuw afspeel. En ik weet dat ze een paar dagen terug ook een film gedoen, The Grey, wat ook in die sneeuw afspeel. So, als iemand niet zijn familieleden steel en hij jaag niet, dan gaan hardloop in die ijs rond. Maar ja, in die bioscoop, lekker Liam Neeson fliek, als mensen lust het voor een lekker aand uit. Gaan kijken. Gaan krijgen springmilies, gaan zitten in een donker kamerkie en geniet het. Springmilies, ja. Knieholter, groot woorden. Laatste film, Basic Instinct, dat je weer gekijkt. Dus net al klein stukje. Oh, ja. Dit was Konrad Rudolf, Frederik, met zijn film.